Hallo iedereen, super tof dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video en welkom bij weer een nieuwe vlog. We zijn vandaag op een plek waar we al eerder zijn geweest. Hierachter is de ingang namelijk. En de laatste vlog was zelfs hier, namelijk we zijn in Walibi, Belgium. Ik wilde eigenlijk eens een keer de Halloweenavonden hier in Belgium, of in België, België, gaan beleven. Normaal zijn we natuurlijk al een paar keer bij Walibi Holland geweest tijdens Halloween. Die vlogs die kun je terugkijken op ons kanaal. Maar vandaag gaan we dus de Halloween hier in België beleven. Ik ben heel benieuwd. We hebben rippassers, we kunnen in alle spookhuizen. En ik mag zelfs in één spookhuis filmen. Dus ik ga jullie inside beelden laten zien van in het spookhuis. Er zijn hier 6 kerstzones, 9 spookhuizen in totaal, 4 shows. Dus we hebben genoeg te doen. Eén ding wat meteen opvalt, het is erg rustig hier op de parkeerplaats. Waar je in Walibi Holland al meteen de drukte in rijdt, is het hier lekker rustig. We gaan naar de ingang, we gaan de kaartjes ophalen. En dan gaan we lekker griezelen. Doei! Oké, we zijn binnen. Hierachter zie je al verschillende borden. Dit is het spookhuis Nagolai. Dit is het spookhuis waar ik straks mag filmen. Die zit in het nieuwe gebied waar ik vorige keer dus ook heb gefilmd, waar de Popcorn Revenge zit. Dit is ook een nieuw spookhuis. Dit is Amun. Ik weet niet of je het ziet, dat het echt flink tegenlicht. Het is zonnig, net als vorige keer toen we hier waren. Maar Amun, dat is een spookhuis bij de Challenge of Tutankhamen, helemaal in Egypte-stijl. Ik heb er onwijs veel zin in. Ik ben wel echt bang dat ik hier flink geschrokken ga laten worden. Het is nu overdag, het is licht. Maar toch zijn de scarezones en dergelijke al open. Dat is natuurlijk ook weer een groot verschil met Walibi Holland. Nou goed, ik heb in ieder geval om 6 uur ook tickets voor The Silent House of Jill. Een exclusieve experience, dus ja, ik ben heel erg benieuwd. We gaan in ieder geval gewoon het park in. We gaan nu nog even lekker wat attracties doen, even rustig wat eten. En dan gaat het griezelen echt beginnen. Oké, we zijn zojuist hier achter in Panic House geweest. Het is normaal een 4D theater waar een show wordt getoond van Walibi. Nu was het meer een horrorachtig verhaaltje. Op zich wel leuk dat ze het omtoveren tot een soort spookhuisachtige attractie. Niet heel speciaal, maar wel leuk. Leuk voor tussendoor. En we kwamen er voorbij en we hebben de rippassers, dus we hoeven niet te wachten. Dus we dachten, laten we dat maar gewoon even doen. Nou, we gaan weer verder. Ik zie nu in de verte de Dalton Tower. Die gaan we deze keer overslaan, om niet nader te noemen redenen. En ja, we gaan gewoon lekker verder lopen. Oké, je zag net de beelden die ik nu net heb laten zien. Wat vinden jullie? Vind je het normaal dat je wordt aangeraakt door scare actors in scare zones? Kijk, ik snap dat je wordt aangeraakt in een experience waar je voor moet tekenen, zoals een below of in de clinic. Dan weet je wat er gaat verwachten, maar hier heb je dus gewoon van die agenten met zijn zweep. Die gewoon die zweep in één keer onder je nek duwen en je in je rug of op je kont slaan. Ik vind het een beetje... Misschien is dat wel de Belgische mentaliteit, vinden ze dat leuk hier. Maar goed, dit was de eerste scarezone waar we doorheen liepen. Ik ben wel benieuwd wat dat vanavond is. Het ziet er wel goed uit, toch? Ik moet zeggen, de kwaliteit is hoog. Ik heb er echt wel heel erg zin in. Eerst een attractie doen. Oké, we zijn aangekomen bij Exotic World. Helemaal in de achterkant van het park. En hier staat mijn favoriete achtbaan van het park hier. De Tiki Waka, een bobsled coaster. Ik hou er echt van. En het leuke is, ze hebben hier ook een scarezone met allemaal Cubaans-achtige, exotische, enge wezentjes. Ik ken de naam allemaal niet zo goed. En er zit hier trouwens ook een... Oh, jezus.
Ik zei straks thuis ook nog gewoon. Ik zeg, ja, weet je wat het is? Die scarezones zijn overdag en dat vind ik echt heel raar. Want je kunt overdag toch eigenlijk niet schrikken. Nou, dit was dus het bewijs van wel. Maar we zijn dus nu hier in Exotic World. Er is hier een gratis spookhuis, de quarantaine. En achterin is een spookhuis Amun die ik straks zie. Dat is een nieuw spookhuis in de stijl van de Challenge of Tutankhamon, mummies, etc. Daar ga ik jullie straks allemaal meer over vertellen. Wij gaan in ieder geval nu een aantal attracties pakken. En dan zie ik jullie dadelijk als het wat begint te schemeren of als we een spookhuis hebben gepakt. Want we komen hier natuurlijk, ondanks dat ze hele toffe achtbanen hebben, we komen hier natuurlijk voor de spookhuis. Oké, we hebben het rondje afgelopen. We hebben alle scarezones al een beetje kunnen zien in het licht. We zijn nu hier bij de Delicious. Die kennen jullie als goed nog van de vorige vlog. We hebben hier iets gegeten. En nu gaat de Halloween voor ons pas echt beginnen. Ik ga nu namelijk naar de Silent House of Chill. Dat is hier de experience, de Halloween experience. Eigenlijk een beetje zoals Below and the Clinic. Dus het is extra. Je betaalt er normaal 15 euro voor. Silent Jill is een Franstalige YouTuber die spooklocaties bezoekt. En ik weet bij god niet wat ik moet verwachten. Ik heb op internet gelezen dat het spookhuis ongeveer 20 minuten gaat duren. Ik ben een klein beetje zenuwachtig, maar we gaan nu richting de ingang. En jullie gaan van me horen wat ik ervan vond. Ik ben bang. House of Silent Jill. Het duurt erg lang voordat hij naar buiten komt. Ik durf er niet mee, want ik ben te bang. Maar we gaan zo met deze reactie filmen. Oké, de Halloweenavonden zijn begonnen. Heel mijn gezicht is zwart geworden. Ja, het was wel echt een toffe experience. Ik had er wel een beetje meer van verwacht. Maar het probleem is gewoon, binnenin wordt heel veel Frans gesproken. En ik versta bijvoorbeeld Frans. Maar de dingen die er zitten een aantal hele toffe effecten in. Dus ja, hij was wel echt heel erg gaaf. We gaan nu door naar de volgende spookhuizen. En daar ga ik jullie van alles over vertellen. Dus let's go, we gaan het park in. Oké, het eerste spookhuis zit erop. Dat was het spookhuis Nagulai, hier in Karma World. Oké, dit was het eerste spookhuis wat we gedaan. Dit was meteen de engste volgens de Scare-O-Meter. Ik moet heel eerlijk zeggen, weinig scares. Omdat je met één grote hit er doorheen loopt, dat is jammer. Maar daarnaast, de decors zijn echt prachtig. Echt heel erg gaaf. Ik hoop dat jullie een beetje hebben kunnen zien op beeld, want ja, het was erg donker, zoals namelijk altijd in een spookhuis. Maar goed, ik ga hier nu ook de donker in. Ik ga hier nog even bij het licht staan, zodat ik hem af kan sluiten. Wij gaan verder het park in, we gaan de andere spookhuis in. Daar kan ik helaas niet filmen, dus ik ga jullie daar gewoon vertellen hoe het allemaal is in die spookhuizen. En ik ga jullie ook proberen dingetjes te laten zien van de scarezones. Dus eerste spookhuis gehad, op naar de volgende. Oké, we lopen nu momenteel in Exotic World. Op zich gewoon een leuke scarezone met wat exotische bosmensen. Er zitten heel veel in het bosje en dan komen ze uitgesprongen. Wat we nu eerst gaan doen is, we gaan hier naar het Tiki Theater. Daar ben ik nog nooit binnen geweest, dus dat is op zich wel tof. Daar is een
Magic Show met Aaron Craw. Die heeft natuurlijk ook meegedaan aan America's Got Talent. Heel tof, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ik heb zelf vroeger ook gegoogeld, dus daar ligt mijn interesse wel. Ik ben heel benieuwd. En daarna gaan we hierachter naar de Curse of Amun. Dat is het spookhuis met het mummy-achtige thema. Dus eerst de show, dan nog even naar de wc. En dan gaan we door naar het volgende spookhuis. Ik ben benieuwd, maar het valt me tot nu toe niet tegen. En het is heel rustig in het park. Dit is de langste wachtrij hier achter bij Tiki Waka. We zijn er al in geweest. Maar er staat nu een wachtrij van 25 minuutjes. Dus dat is echt heel relaxed. Echt heel relaxed. Dus ja, wij gaan naar de show kijken. Ben benieuwd. Oké, we hebben net de show gedaan van Aaron Craw en ik vind het heel vet. Maar het allervetste was, we werden uitgekozen om voor de allerlaatste truc, de grande finale, moesten we in één keer het podium opkomen. Lisanne durfde niet, ik moest als eerste. Lisanne zei nee, ik wil niet. We moesten het podium op, Lisanne moest op een stoel gaan zitten. Ik moest een bord boven haar hoofd houden met een appel, met haar ring erin. En hij heeft een... Ik mag niet schelden, maar hij heeft gewoon een met een pijl en boog, die pijl door die appel heen in een bord en die ring was er doorheen. Ik was bang, joh. Echt, mijn handen stonden te trillen. Ik denk, als ik deze plaat 1 millimetertje verschuif, dan gaat die pijl dadelijk dwars door mijn hand heen. Holy shit, dat is wel echt vet. Dat maakt zo'n avond alleen maar nog vetter. Zo'n ervaring. Echt heel tof. Oké, geen spookhuis, maar het was wel spannend. Het is nu 8:15. We hebben nog een uur en een kwartier, dus we gaan proberen nog alle spookhuizen te doen. We lopen nou hier achter, want hier is de... Daar is de challenge van Tutankhamon. Dus we gaan naar de Curse of Amun. Kom op, we gaan naar het spookhuis toe. Oké, twee spookhuizen gehad in een kwartiertijd. Het is erg rustig in het park en met de rippas kun je eigenlijk overal meteen doorlopen. We hebben twee spookhuizen gehad. Ik ben begonnen bij de Revenge of Amun. Dat is het spookhuis van Tutankhamon. Was echt vet, want het was een privé experience. Ik mocht er alleen in. Alle scares meegemaakt. Heel vet in elkaar gezet. Ziet er echt perfect uit. Je lijkt alsof dat je een stuk door een scène loopt van de Dark Ride. Er staat gewoon een beeld van, ik denk wel 3-4 meter hoog. Echt, de scènes zijn zo mooi en een aantal hele goede scares. Daarna ben ik hierachter geweest in Quarantaine. Dat is het gratis spookhuis. Een beetje te vergelijken met een soort Walking Dead-achtig iets. Het was iets minder. Amun. Het Amun spookhuis is nog steeds mijn favoriet. Maar we moeten er nog ongeveer twee of drie. Twee volgens mij. Ja, maar we gaan hier van nu eens verder lopen om die laatste twee te doen. Want we hebben nog een uurtje en ik wil eigenlijk nog in Loup Garou en in de Mijntreinachtbaan. Dus kom op, snel, we gaan door. Oké, we zijn nu aanbeland in het Western gebied. Met hier achter ons de Dalton error. Wat? Maar we zijn net in de Mine Blast. Ja, Mine Blast geweest. Superleuk spookhuis. Wederom hele mooie decoratie, hele mooie decors. Echt een gaaf huis, een paar leuke scares. Echt, het is wel vooral de decors zijn van erg hoog niveau. We gaan nu door naar blok H, de allerlaatste spookhuis waar we in moeten. En dan gaan we nog even snel iets drinken. Dus we moeten wel een beetje doorlopen, want we hebben nog maar een half uur. Dus we moeten doorlopen. Ik hoop dat we het halen. Oké, en ik heb nu dus ook het laatste spookhuis gedaan. Blok H. Hij was heel gaaf, moet ik zeggen. Ik had weer een privé-experience, maar dan weer alleen in geweest. Ze raken je echt aan. Dat is wel echt iets waarvan je... In het begin duwde ze een zweep tegen mijn keel aan. En ik ben zelfs het spookhuis uitgerend. Er was een donkere gang en daar komt in één keer een man met een kettingzaag op je af. En die houdt die kettingzaag tegen je aan, waardoor het net lijkt of je benen er gewoon afgezaagd worden. Heel luguber, maar heel erg tof. Het enige jammere vind ik wel, de scarezones zijn zo rustig dat de acteurs eigenlijk er een beetje bij gaan zitten en met elkaar aan het praten zijn. Dus dat is het enige jammer. Ik heb ook in de scarezones eigenlijk weinig scares gehad en ik heb ook weinig kunnen filmen, omdat er eigenlijk heel weinig scare actors rondlopen. Maar ook bij deze, wat ik wel echt, ik moet echt credits geven aan Walibi Belgium. De props die ze in de spookhuizen gebruiken en de decors die ze gebruiken zijn echt subliem. Die zijn echt perfect. Ik weet zeker dat Walibi Holland daar nog wat van kan leren. Zo groots aangepakt en zo netjes uitgewerkt. Echt een hele dikke duim omhoog. Wij gaan nog even naar de bloedbar om daar nog eventjes iets te drinken.
En dan gaan we weer naar huis. We moeten nog 2 uur naar huis rijden. Of 1 uur en 40 minuten. Het is voor ons eigenlijk ongeveer even ver rijden als Walibi Holland. Dus heel tof om dit een keer meegemaakt te hebben. Wij gaan in ieder geval nu nog eventjes iets drinken. En misschien nog wel een keer een Loup Garou in het donker. Als ik dan niet dood ga. We zijn weer aanbeland op de parkeerplaats. We hebben nog even iets gedronken in de bloedbar. Ontzettend leuk ook wel. Lekker een monster gedronken, monster energy. Dus we kunnen nu weer op naar huis. Even een kleine wrap-up van deze hele avond. Ik vond het ontzettend tof. Het is vanuit Brabant of Limburg, zoals ik in de vorige video ook al zei, even ver rijden als Walibi Holland. Het is super leuk om een keer te doen. De spookhuizen zijn eigenlijk al op eenzelfde kwaliteit als in Walibi Holland. Vooral de decors vind ik echt een heel stuk hoger. De scares in Walibi Holland zijn daarentegen af en toe wel beter, maar over het algemeen ontzettend tof. Vooral de Amun spookhuis vond ik heel erg gaaf en Blok H was wel echt heel erg tof. Het enige nadeel hier, de scarezones, weinig scare actors die rondlopen, maar het komt ook gewoon omdat het erg rustig was. En daardoor zie je weinig scare actors, want die zijn vooral namelijk bezig ook mee in de wachtrij van het spookhuis bijvoorbeeld. We hebben ons in ieder geval echt super vermaakt. Nogmaals, Walibi Belgium, ontzettend bedankt voor het uitnodigen. En wellicht tot volgend jaar weer hier. Vond je deze video leuk? Doe dan eventjes een blauw duimpje hier beneden. Abonneer kan ook hier beneden. Laat even weten wat je van deze vlog vond. En dan zie ik je bij de volgende video. Tot ziens. Ciao.